koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op? Hossee! Het kan zomaar zijn dat we straks allemaal zonder hoofd hier vandaan komen, dat je in de auto zit die er weer terugkomt. Schroeven vlogen eruit, maar het is dus gewoon automatisch. Lekker geer. Ik zie mijn rijken vandaag. Kijk, daar zit ze. Ziet er heel goed uit. En we hebben er zin in hoor. De buik gaat erin. Wie heb jij er een beetje zin in? Ik wel hoor. Ik hoop alleen dat de auto een beetje goed opgeladen is. Dat we er komen. Papa zit in een elektrische auto. Wat vreselijk. Koffie, koffie. Lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op? Hossee! We hebben er zin in hoor. Nou, we zijn nu in Bangkok en we gaan zo met een mannetje van 8 met de Skytrain. Ik ben nog nooit in een Skytrain gezeten. Dus als het dan de eerste keer gebeurt in Bangkok, is het ook superleuk. Ja, we zijn natuurlijk niet zo lang geleden aangekomen, maar het is nu al bloedgezellig. We hebben heerlijk gegeten. Allemaal leuke mensen, heel lief. En we gaan met de Skytrain naar het ordinaire nachtleven van Bangkok. A one night in Bangkok. Ik heb een tafel laten zitten. Nou, bedankt. Thank you. Even tafel laten zitten. Nou ben ik hier in Bangkok, wat denk jij wat er gebeurt? Is de broer van Lee Towers gaat hier optreden. Leo Tower. Is toch om te gieren of niet? Ja, of je nou in Amstelveen bent of in Thailand, het maakt niet uit. Het was gisteren natuurlijk een avondje Bangkok, nou dat heb ik geweten. Dat was mijn jaar van mijn leven. Nou, ik heb maar weer even lekker op de home trainer gestaan hier. Even zweten, de buik erin. En Geertje kan vanavond weer opnieuw beginnen. Nou, voor alle sporters onder jullie jongens, zoals in deze hitte. Lekker een uurtje gelopen op de home trainer. Dat kan hier natuurlijk niet op met al die drankjes en dat heerlijke eten hier niet normaal. En we gaan vandaag geloof ik een tempel bezoeken. Ik heb geen idee. En ik laat me verrassen. Het is te warm om in de zon te zitten. Het is 36 graden. Nou, je brandt gewoon weg. Dus nu is je sport, dat kan geen kwaad. Ja, we zijn lekker wezen slapen vannacht in het Shangri-La Hotel. Gisteravond lekker uit geweest in Bangkok. Het was een fantastische avond. Heerlijk gegeten, heerlijk gedronken. Leuke mensen ontmoet. En nu gaan we heerlijk met de bus naar Pattaya. En daar gaan wij ook allemaal leuke dingen ondernemen. Ik heb geen idee wat, maar ik laat het maar allemaal over me heen komen. Heb je? Ja. Wie heeft er ook heel veel zin in? Ik zie ik. Nee, maar ik vind we hebben nog Kitty bij ons. Hebben we Gerwin. Gerwin. Geen wellicht te slapen achterin. Maakt niet uit. We gaan er een leuke dag weer van maken. En een weekje weg. Ik heb er heel veel zin in. Lekker zonnetje, leuke mensen. Zwemmen, masseren. Heerlijk. En Gerwin hebben wind gelaten. Of jij iets harder mag. De airco iets harder mag. Gerwin heeft bescheid gelaten. Moet de stank gekoeld worden. Yes. Oh, smerig. Nou weet ik wat jij wel eens mee. We hebben even een pitstopje gemaakt hier. We zijn op weg naar Pattaya, maar het is 37 graden. Het is bloed geslagen heet, dus ik ga snel de auto in. Want we moeten door. Ja, dit is een super deluxe Thaise taxi. En we gaan even gezellig hier in Pattaya eens even de bloemen buiten zitten. Nou, ik heb nieuws voor je. Ik ben er klaar voor, hè? Dat is een ordinaire toestel. Heerlijk. Ongelooflijk. Wat een caravan hier. Ik hoop dat iemand een beetje verstandig van bedrading, want dat moet je hier echt wel hebben. Ik laat het eens even zien. Wat bleef jij nou? Ja, ik liep naar beneden in plaats van omhoog. Thank you, sir. Yes. Ja, we zitten nu even weer voor de zoveelste keer in de bus. En
We hebben heel leuk allemaal een kickbox broekje gekregen dat we hier aankwamen. Maar dan moet je ook natuurlijk wel een soort les volgen. Dus nu hebben ze voor ons geregeld dat we een soort, wat krijgen we? Een soort workout gaan we doen, hè? Met iemand die er echt verstand van heeft, die echt kickbox les geeft. Ik ben heel benieuwd, we gaan even kijken wat we kunnen. Ik moet je zeggen dat ik er totaal geen zin in heb. Ik vind het te warm. Het is 37 graden. Als je naar buiten komt, dan is het net of je een pan kokend water tegen je aan krijgt. Maar we gaan het toch doen. Ja, mijn enthousiasme is nog niet zo groot, maar ik moest er vroeg uit vanmorgen, dus sorry daarvoor. Het is de Combat Group Thailand en het is een waar je kickbox, Thai kickbox les krijgt. Dus wij willen even kijken hoe dat er nou uitziet. We zien heel vaak op televisie, maar ik wil het echt zien. Het is die warm. Hoeveel graden zou het zijn? 40 graden? 40 plus. Meer hè? 40 plus inderdaad. Jawel. In een kas. Normaal komen we in Nederland, komen de bloemen uit in een kas. Moet je die golf laten kijken? Ik ben hier bij de Combat Group. We zouden eigenlijk een soort kickboxles krijgen, maar dit is een soort broeikas hier. Dus we zien daar een beetje van af. Maar het is toch leuk om even te kijken. Ook, wij vinden het gewoon leuk. Ja, de kickboxhandel. En onze Italiaanse vriend die kwam een uur te laat. En toen waren wij al vergeven van de hitte in die broeikas. Dus we hebben nog wel wat foto's gemaakt. Dat was hartstikke leuk. En we hebben hem later nog gesproken. En hij wilde toch nog een uur gaan trainen, maar ik had er even geen kracht meer voor. Ik was al leeggelopen voordat ik moest gaan beginnen. En ik vind het mooi geweest. We gaan nu even een tempel bekijken. En dan gaan we met gierende banden naar het zwembad, want ik ben er eigenlijk al klaar mee. Nou, hier in Thailand uiteraard natuurlijk bij een tempel, maar het is prachtig. Het is alles goud wat hier blinkt. Ik word er wel ongelooflijk blij van. Super cool. Het is echt gek. Thailand is always hot. Ja, dit is. Same the fok jump. The mean of the fok jump. Yeah. Business success. Hij is grappig, funny. En ze worden allemaal vrijgelaten, Kitty. Het is zo, je haalt een visje eruit, die breng je naar de lagoon, naar het water, dat brengt geluk. Dus die gaan allemaal uit, we gaan weer naar het water terug. It's hard! Thailand, always hot. No more, no more Thailand. For Thai people, no more. It's a rainy season. Yes. But it's the pressure. It makes it hot. Yes. The pressure. Yes. My God. It's 44 degrees. Summer. At the summer. Airfield. Yes. Airfield. 44 degrees. Oh my God. Mark at Airfield 44. 44 graden moet hij lachen. Nou, ik ga maar aan wegtrekken hier ook. Can we go in the car? A little bit ergo. Thailand always hot. Thailand always hot. Thailand always hot. Volgens mij is het hier een hele jaar door zomer. Want echt, het zweet loopt uit mijn poriën vandaan. Van mijn tenen tot mijn kruin. Ik zou niet kunnen leven hier elke dag hoor. Het is zo smerig, vies, goor warm. Alles is nog plakt en bezakt. Moeten we nog een tempel zien? Ik heb ze allemaal wel gezien hoor. Mooie sticker heb je op, Gerard. Geen idee wat we nu weer gaan doen. Ik heb er nu al geen zin in. Veel te warm. Thailand always hard. Thailand always hard. Ja. Dit is allemaal van speciaal mahoniehout. Komt uit alle oude tempels en uit heel Thailand vandaan. En dat groeit natuurlijk ook niet heel erg snel, mahonie. Dat heb ik gehoord dan weer. En hier hebben ze allemaal uit alle stukken oude tempels en oude gebouwen halen ze op mahoniehout en daar bouwen ze een tempel van. Prachtig. Wat een onzin, joh. Zijn anders je benen te bloot? Ja. Nou, dat doen we uit respect voor het land, maar ik ben wel afgevallen, vind je niet? Ja, ik ga niet altijd met een helm op, hoor. Het is een verachtelijk iets, joh. Eerst een broek aan, nu een helm op. Ik heb er geen zin in.
kan toch wel helemaal niet. Nou jongens, wat is het voor onzin? Het lijkt wel Gerig Goor. We gaan ervoor. Gerig Goor stevig gebouwd. Nou, we zijn natuurlijk hier in Thailand, in Pattaya. Dit is een van de meest bijzondere tempels waar we heen gaan. Ik vind het ongelooflijk toeristisch, maar als ik één tempel gezien heb, hebben we ze allemaal gezien. Maar mijn deze groep, is bijzonder, mijn groep, hout. Deze is van mahoniehout en dat is zo bijzonder. Nou, ik kan niet wachten. En jij, ik dacht dat het waaibomenhout was. Ik dacht het ook, nou, zo ziet het er wel uit. We gaan het zien. Alles moet je een keer meegemaakt hebben in het leven. Vreselijk, wat een hitte hier. Leuk, hè? Het begint al te onweren ook. Ja, even een Thijs momentje, even een Thijs kleding. Hartstikke leuk. Ik heb even een waaier gekocht. Zo, nog even een uurtje op de hand trainen en we gaan zelf even langs vrienden op weg naar Bangkok. We stonden om 2,5 uur met de auto en dan gaan we kijken hoe gezellig het daar is vanmiddag en vanavond. Dus het wordt hartstikke leuk. Het is toch veel te heet om in de zon te zitten, dus we gaan ondernemen. Dat is voor mij wel wat, hè. Vind je het al een heel onderneming? Toch weer bijna een uur opgestaan. Goed, hè? Dit is al heel goed. En hoe laat is het? Het is 9 uur morgens. Om 8 uur al begonnen. Even morgen 8 uur al begonnen. Nou ja, oké. Voor het goede doel. Voor eigen gewin. Hoeveel kilo ben je afgevallen? Bijna 10. Maar de 10 kilo. Ja, we zijn nu onderweg van Pattaya en weer naar een ander plaatsje. En dan gaan we even kijken naar de Henky Panky fabrieken. Waar alle goocheltrucs gedaan worden in kleine dozen. Voor internationale goochelaars en magic people, waaronder ook Hans Klok en andere grote grootheden, zeg maar. Dus dat is heel leuk. En we gaan even naar de baas en we krijgen een rondleiding van zijn kinderen. En waarom? Omdat we deze man kennen uit Alsmeer en dat vinden we fantastisch. Dus we hebben daar heel veel zin in. We zijn hier bij de Magic Hallen van Henky Panky en dit is de uitbater van deze fantastische fabriek, dit is Jack. En ja, dat ziet er natuurlijk gigantisch uit. En zeker gezien, zelfs als jonge jongetje ooit door zijn goocheldoos heb gehad, is nu natuurlijk alles weer anders en vernieuwd met nieuwe trucs, maar het is zo ontzettend groot. Hier gaat worldwide, gaan alle dingen eruit voor Henky Panky. In Magic Boxen, nou moet je kijken hoe mooi het eruit ziet allemaal. Het kan zomaar zijn dat we straks allemaal zonder hoofd hier vandaan komen en als je in de auto zit die er weer terugkomt. Dat is magic. Dat is toch helemaal te gek. Dit is dan het eindresultaat. Wauw. Hallo. Super leuk. Een mindfucker heb ik in mijn handen en dat is onze grote ster natuurlijk Victor uit Nederland vandaan. We zijn te trots, want we zijn hier in Thailand en hier ligt zijn eigen magic box. Dus wij vinden dat ontzettend cool. Het is trouwens ook een hele sympathieke jongen, moet ik zeggen. Ik kan het alleen nooit uitstaan wat die gast doet, dat we het nooit weten wat het is. Maar misschien kom ik door die doosje daar wel een beetje achter, wie zal dat zeggen. Christian Farland is ook een Nederlandse illusionist en die doet het ook hartstikke goed. Ik moet je zeggen dat... ook zijn truc zit hierin verborgen, dus we gaan eens even kijken wat het straks allemaal is. Dan moet ik wel zeggen dat Hans Klok voor mij dat de grootste trucs heeft geleerd vroeger, hoor. Maar dat geheel terzijde. Prachtig ook dit. Ziet er heel mooi uit. Goed dat Nederlands trots hier ook zo groot staat. Zo'n klein landje, hè? Hij scheurt zo alles overal uit vandaan. Ja, kijk, hier, Hans Klok. Ja. Enig. Ja. Als jullie het ziet, maar in ieder geval... de groetjes van ons uit Thailand. Ja. Jack, gezellig, hè? Hartstikke goed. Het is een topper!
Die met klik, 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 ja, dat ja, je dan... Ja. Dit is de oude God, deze, zo had ik als kind zijn. Ik heb hier meteen. Ja. Nou, wat geestig. Ik sta hier bij een wensboom. En die wensboom die heet Tjoek. En dat is een soort, dat is niet een legende, dat is echt gebaseerd op waarheid. Want hier kun je een wens doen met deze boom. En dan heel vaak komt het uit. Dus laten we hopen dat het hier ook gebeurt. En mijn wens is dat iedereen zo lang mogelijk gezond mag blijven. En dat we met z'n allen nog heel lang mogen genieten van alles. Ja. Nou jongens. Ja. Thank you, thank you, thank you. Leuk. Ja. Sjor aan die gordijnen, de schroeven vlogen eruit, maar het is dus gewoon automatisch. Lekker regeer, lekker zo door gaan vriend. Zeg ik, ze zijn dicht. Ja, we zijn nu onderweg naar het vliegveld hier in Bangkok. We hebben gisteren een onwijs leuke afsluitingsavond gehad bij restaurant Welkom. Fantastisch Thais eten met te veel rode wijn. En we kregen later van een Iranees samen met een van de nichtjes van de Kardashians ook nog een tequila. Ik hou helemaal niet van tequila. Als je dan nog een hap zout mee moet nemen met van die citroenen, verschrikkelijk. Achter mij zit Gerwin, die greppelkop van je, vreselijk. Maar goed, het is een lieve jongen, dat is ook belangrijk. Samen met zijn vrouw Kitty, nou... Dan kun je tenminste nog wel lachen, dat is toch het enige, want met die dakloze krantenbezorger is het een drama. Nou, ik heb gezegd. Oh, wat een slechte vlog. Ga jij eens rechtop zitten, lelijke poppetrol. Nou, we zitten net in het vliegtuig. Het is bij de meeste Nederlanders nu 7:30 morgens, bij ons al 12:30 middags. Het vliegtuig heeft helaas een uur vertraging. En daarbij mogen we ook niet over Pakistan vliegen, een vliegverbod, maar ook niet over Iran. Dus dat wordt even omvliegen. Nou, daar hebben we natuurlijk helemaal geen ene reet zin in. Maar goed, we worden goed verzorgd hier bij de KLM. Mensen zijn ongelooflijk vriendelijk. En we gaan lekker een filmpje kijken. En dat moet lukken, want de keuze is reuze. En dat is natuurlijk enig. Nou, als je nou echt wil weten hoe je er precies uit wil zien. Of je hebt een neushaartje te veel. Of een haartje uit je oor. Of je denkt, wat word ik toch oud en lelijk. Dan moet je eens in het toilet gaan staan van het vliegtuig. Dan heb je zulk ongelooflijk verschrikkelijk licht dat je denkt er straks niet eens een deurtje meer uit te komen. Want hier zie je werkelijk alles. Mensen zeggen altijd van god, die joling is zo ijdel. Ja, is zo ijdel dat jullie mijzelf onder dit verschrikkelijke licht kunnen zien. Jongens, zo zie ik eruit naar 8 uur vliegen. We hebben nog 4 uur te gaan. En we knappen er niet van op. Maar het is fantastisch verzorgd bij de KLM. En ook het toilet is schoon. Dat is toch fantastisch. Nou, mijn kleuren zijn natuurlijk ook blauw-wit. Wat wil ik daar nog meer? Geertje gaat nog even lekker zitten. Nou, het is toch weer heel bijzonder om hier te landen. We rijden vliegen boven Aalsmeer. En het blijft bijzonder zo'n hele kist weer aan de grond te zetten. Dat is toch leuk? Nou, ik ben er wel klaar mee na 11:30. Dat snap je natuurlijk wel. We zijn weer geland in Aalsmeer, wat zeg ik, op Schiphol. We worden opgehaald door Marijke die ons ook weggebracht heeft.